onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit Psalm 119 en daarvan het derde vers. Psalm 119, vers 3. Och, schonk ge mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken. Wanneer ik steeds opmerkend waar geweest. Uw geboom mij tot uw liefde wekken. Het derde vers van Psalm 119. Worden voorgelezen uit het woord des Heren, wat u beschreven vindt in het boek Numeri. Het 11e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 30. Numeri 11, de versen 16 tot en met 30. En na het lezen van dit schriftgedeelte zingen we uit Psalm 81, de versen 1 tot en met 30.
13. Zingt nu blij te moe, machtig op er wezen, ene lofzang toe. Om ons heilgenot worden Jacobs God met gejuich geprezen. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboom. Het heeft zich andere goon naar zijn lust verkoren. Het eerste en het dertiende vers van Psalm 81. Na de schriftlezing uit nummer 11, de versen 16 tot en met 30. Doch vooraf stellen we ons onder de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gedien heilig. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En de Heere zeide tot Mozes: Verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, dewelke gij weet dat zij de oudsten des volks en deszelfs ambtlieden zijn. En gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst, en ze zullen zich daar bij u stellen. Zo zal ik afkomen en met u al daar spreken. En van de geest die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen. En ze zullen met u de last van dit volk dragen, opdat ge die niet alleen draagt. En tot het volk zult gij zeggen: Heiligt u tegen morgen, en ge zult vlees eten. Want ge hebt voor de oren des Heeren geweend, zeggende: Wie zal ons vlees te eten geven? Want het ging ons wel in Egypte. Daarom zal de Heer u vlees geven, en ge zult eten. Ge zult niet een dag, nog 2 dagen eten, nog 5 dagen, nog 10 dagen, nog 20 dagen, tot een gehele maand toe, totdat het uit uw neus uitgaat en u tot een walging zij, overmits gij de Heere, die in het midden van u is verworpen hebt,
en hebt voor zijn aangezicht geweend, zeggende, waarom nu zijn we uit Egypte getogen? En Mozes zeide, 600.000 te voet is dit volk, in welks midden ik ben. En gij hebt gezegd, ik zal hun vlees geven, en ze zullen een gehele maand eten. Zullen dan voor hun schapen en runderen geslacht worden, dat voor hen genoeg zij? Zullen al de vissen der zee voor hen verzameld worden, dat voor hen genoeg zij? Doch de Heere zeide tot Mozes, zou dan des Heeren hand verkort zijn? Gij zult nu zien of mijn woord u wedervaren zal of niet. En Mozes ging uit en sprak de woorden des Heeren tot het volk. En hij verzamelde 70 mannen uit de oudsten des volks en stelde hen rondom de tent. Toen kwam de Heere af in de wolk en sprak tot hem en afzonderende van de geest die op hem was, leidde hem op de 70 mannen, die oudsten, en het geschiedde als de geest op hen rustte, dat ze profeteerden, maar daarna niet meer. Maar 2 mannen waren in het leger overgebleven. De ene naam was Eldab en de andere naam Medab. En die geest rustte op hen, want ze waren onder de aangeschrevenen, hoewel ze tot de tent niet uitgegaan waren. En ze profeteerden in het leger. Toen liep een jongen heen en boodschapte aan Mozes en zeide, Eldab en Medab profeteren in het leger. En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezene jongelingen, antwoordde en zeide, mijn heer Mozes verbiedt hun. Doch Mozes zeide tot hem, zijt ge voor mij ijverende? Och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaven. Daarna verzamelde zich Mozes tot het leger, hij en de oudsten van Israël. We willen trachten u in dit woord te bedienen uit wat u vindt in het voorgelezen gedeelte. Het 11e hoofdstuk van Numeri, het 2e gedeelte van vers 29, waar het woord God zal dus luiden. Och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaven.
Voordat we dit echter overdenken, gemeente zoeken, wees het aangezicht des Heeren en verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij doet ons in deze morgen weer samenkomen rondom uw dierbaar woord dat eeuwig zeker is en waarmee we nooit bedrogen zullen uitkomen, want uw woord is de waarheid. Heere, wat is dat een gedachte als wij in deze morgen zo tot u willen naderen, dat gij dat woord ter waarheid wilt zegenen. Want we kunnen spreken over de waarheid, Heere, en we kunnen zijn voor de waarheid. En misschien zijn we toch nog nooit gekomen onder de waarheid, om onder die waarheid te zien en te leren wie wij zijn en wie gij zijt. O God der waarheid, wilt gij dan in deze morgen ons toch niet begeven en niet verlaten, maar wil ons door de overredende kracht van uw lieve geest onder de waarheid brengen, want die geest die getuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, en wanneer we nog nooit te u zijn toegevallen, Heere, en wanneer we nog vreemd zijn van dat geestesleven, ook nadat gij zoveel weldaden geschonken hebt, want het is Pinksteren geweest, en ge hebt uw geest willen uitstorten op alle vlees, hoe slecht en hoe verdorven dat vlees ook was, Heere, gij hebt dat Pinksterwonder willen doen uit loutere welbehagen. En Heere, moeten we dan nu nog met dat wonder verloren gaan? O, wil eens geven aan een onbekeerde zondaar dat hun dat te veel mag worden en dat uw geest hun te sterk mag worden onder zoveel weldaden geleefd en van zoveel kostelijke dingen der genade vernomen en dan nog voor te gaan in een leven des vlees. Heere, geef dat het een schuld mag worden, schuld vanwege de zonde, maar ook schuld tegenover die genade, schuld tegenover dat evangelie, dat gij nu alles gedaan hebt wat er gedaan moest worden, en dat ge de laatste stap hebt gedaan, Heere, in dat Pinkstergebeuren, dat uw liefde niet verder gaan kon dan toen ze vervuld werden met de Heilige Geest, en dat gij, o lieve Geest, nog te doen wilt hebben met degene die vleeselijk verkocht zijn onder de zonde. Laat dat evangelie te sterk worden. Geef dat we daaronder breken mogen. En dat we in deze morgen de klacht van Mozes staan mogen. Och, of al het volk profeten waren. Want uw hand is toch niet verkort, Heere. En ge zijt toch nog de machtige, uw geest is er toch om allen indien dat maar een ledigheid mag wezen in onze ziel, om allen te vervullen met uw rijkdom, als we dan maar arm mogen wezen. Heere, maak ons leeg om met uw geest vervuld te worden. Heere, maak ons arm om met uw geest rijk gemaakt te worden. Wil onze ogen openen van jongeren en van ouderen, misschien nog zo jong en dan toch al zo afkerig van u, misschien al zo oud en dan toch nog zo hard tegenover u.
Lieve Heere, wilt gij door uw geest nog ons harten breken, al zou er in deze morgen maar één zijn, voor wie het te sterk werd, al was het er maar één, die het niet meer houden kon, Heere, in zijn onbekeerde vleeselijke staat, want het vlees begeert tegen de geest. En als we nu nog in de doodstaat leven, dan leven we ook in de werking van de dood. O, geef ons dan tot u te naderen, in de nood van ons hele leven, Heere. En wilt gij dan zo gedenken in de bediening van het woord in deze morgen, opdat er nog eens een kracht vanuit mocht gaan, en dat gij het nog eens met uw geest wilde varen. Want o, het zou een wonder zijn, Heere, als er één was die onder die waarheid mocht buigen. Maar het zou toch ook verschrikkelijk zijn als we nu allen verloren moesten gaan, Heer. En daarom, och, dat het is in die bede van Mozes verklaard mag worden, dat al het volk profeten waren, om door die geest geleid te mogen worden, en door die geest te mogen ontdekken, door die geest te worden vertrouwd, maar ook door die geest te mogen spreken, spreken dat gij goed zijt. Want ze zullen profeteren, ze zullen kennen de wegen der zaligheid. En ze zullen ervan spreken wie gij zijt voor verloren mensen. Heere, wil ook uw volk gedenken. Och, dat het ook in uw volk maar leven mag, die waarachtige gunning voor een ander. Want er is schuld te bekennen, Heere, onder uw volk en kinderen. Veel schuld. Dat ze tevreden zijn met hun eigen zaligheid. Dat ze het genoeg vinden, als ze zelf maar mogen weten, dat ze bij u den Heere genade gevonden hebben. Heere, dat is ook een vraag. En dat is ook noodzakelijk. En dat kunnen we niet missen. Maar o God, wat zijn we nog zelf zoekers ook naar ontvangende genade. En als we uw ere bedoelen, dan zullen we toch ook een ander begeren in dat leven te delen. Lieve God, wilt gij dan nog eens de waarachtige gunning des harten schenken, dat er nog onder die waarheid gebogen mag worden, dat uw waarheid nog verkondigd mag worden, en dat het in alle opzichten nog zijn mag, tot uw ere, want dat is toch onze bestemming, Heer. O God, we moeten beleiden, na ontvangene genade, dat we de zaligheid te veel gezocht hebben. Eigen zaligheid, eigen behoud en al wat voor onszelf is. En te weinig gedacht hebben aan de uitbreiding van uw rijk. Te weinig zijn bezig geweest met het nood, met de nood van een ander. Heere, wil uw kerk dragen en verdragen. Maar kon het zijn dat ge met uw geest bij vernieuwing ook onder uw volk wilt inwonen en de hof doorwaaien, opdat er nog iets van uit mag gaan in die kostelijke gunnende liefde. Want Heer, wie u niet lief heeft gehad, die heeft u nog nooit gekend. En wie de naaste nog nooit heeft lief gehad, die heeft nog nooit geweten dat gij liefde zijt. Heere, wees met de zieken in het ziekenhuis liggen. We willen vragen, Heere, voor die jonge vader van de familie Stapper, dat gij hem wilt gedenken. Kon het zijn dat het onderzoek nog eens mee mocht vallen, Heere. Maar o, bovenal, dat gij erachter staat. Dat de doktoren nooit iets anders zeggen kunnen dan wat gij bepaald hebt in dat leven. En dat hij ook mag leren rusten in uw voorzienigheid. Heere, wat zou dat groot zijn om u erin te vinden. Is veel genade voor nodig. Maar o, dan worden we toch één gewonnen voor uw zalige wil. Kon het zijn wil de middelen zegen. Wees ook met de rouw dragende, Heere. Ook in onze gemeente heeft de familie aan het graf gestaan. O God, mocht gij in bijzonder gedenken die weduwnaar.
in u het gemis zal moeten inleven. Leer hem in dat gemis u te missen. Want o Heer, als we u missen, dan is het zo'n gelukkig gemis. Dan worden we vervuld met u. Want dat gemis, dat is ook van u. Dan zijt gij de enige troost in leven en in sterven. Heer, gedenk ook aan die familie van onze broeder ouderling, die aan het, deze week aan het graf van zijn vader gestaan is. Heere, wilt gij deze wegen ook heiligen aan de harten. Het ene geslacht komt en het andere gaat. O, geef nu maar te zien van waar we komen en van waar we heen gaan. Want als dat geleerd mag worden, Heere, dan zijn we er nog goed mee. En dan is alle aardsgemis nog winst. O Heere, geef ons dan zo de genade met elkaar. Wees zo met ons in het bijzonder. En wil ons gedenken en uw woord zegenen in deze morgen, o Heere. En geef ons uw genade om Christus wil. Amen. We zingen nu gemeente Psalm 145. Het derde en het vierde vers.
Och, of al het volk, des Heeren profeten waren, en dat de Heere zijn geest over hen gaf. Dat is een antwoord dat Mozes geeft op het profeteren van Eldab en Medab. We letten even op het verband, gemeente. Want dan begrijpen we beter wat het woord Gods hier bedoelt. De Heere had op Mozes gezegd: Mozes, het is te veel voor u om alleen dat volk te richten en te troosten en te vermanen. Er moeten er 70 bij komen die u in deze dingen terzijde staan. Zoek ze maar op, Mozes, uit het midden van de gemeente, en dan zal ik op deze 70 mannen mijn geest geven, zoals die geest ook op u is. Het wordt te veel voor Mozes. Mozes krijgt hulp van 70 mannen die het volk met raad willen bijstaan, die het volk als het nodig is zullen vermanen en die het volk zullen vertroosten ook waar dat nodig is. En nu worden deze 70 mannen opgeroepen. Ze worden geroepen om te komen bij de tent van de samenkomst. Dat wil dus zeggen bij de tabernakel waar de ark was, en het heilige en het voorhof waar de Heere zich openbaarde bij de tent der samenkomst. En ziet gemeente, dan wordt het daar bij die tent een pinksterfeest, een oud-testamentisch pinksterfeest, want het is dezelfde geest van het nieuwe en van het oude verbond. De geest daalt neer op deze mannen als ze bij de tent gekomen zijn en hoor, daar profeteren ze en daar spreken ze hemelse dingen, want de geest doet de hemel open en het is daar een stukje van het paradijs bij de tent er samenkomt. Want waar de geest Gods komt, daar wordt het in wezen hetzelfde als in het paradijs. Dat ze hem kennen aan de wind der daad. Hier komt de wind des geestes over deze mannen die aan Mozes worden toegevoegd. Wat groot gemeente, wat een wonder dat de Heere zo zijn volk nog in stand wil houden en dat hij nog roept onmiddellijkerwijs met zijn geest bedeeld zijnde te vermanen en te vertroosten, want deze middelen kan het volk ook niet missen. Maar zie, nu zijn er twee afwezig van die 70. Twee zijn er ook aangeschreven om te komen. Die twee waren ook verzocht om tot de tent der samenkomst te komen. Maar ze waren er niet. Eldab en Medab. Hoe dat nu komt dat deze twee mannen niet bij de tent waren, maar dat ze gebleven waren in de legerplaats, dat is onder het volk, waar het volk woonde. Het is niet bekend, gemeente. Misschien zijn ze te schuchter geweest. Misschien hebben ze het niet gedurfd. Misschien hebben ze dat te groot gevonden. We weten het niet. In ieder geval, nu beginnen deze twee mannen toch te profeteren.
En hoor, daar spreken ze ook van God en van goddelijke dingen. Niet bij de tent der samenkomst, niet bij Mozes, maar in de legerplaats. Zomaar te midden onder dat volk. El dat en mee dat, ze waren er niet. En ze profeteerden toch ergens anders. Dat heeft het volk maar vreemd gevonden. Daar hebben ze toch van opgekeken. Want ze zeiden tot elkaar, maar dat kan toch niet. En dat mag toch niet. Om te profeteren en om die geest Gods te ontvangen. Maar dan moet je toch bij Mozes zijn. En dan moet je toch bij de tent der samenkomst zijn. Hoe is dat nu toch mogelijk? En voordat ze bij wijze van spreken hun mond opendeden, werden ze eigenlijk al veroordeeld. En het volk stuurt gauw een jonge man in de jongheid van zijn kracht om zo vlug te lopen als hij kon. En om het aan Mozes te zeggen dat die twee mannen daar profeteerden zonder dat Mozes ervan af wist, niet bij de tent der samenkomst, opdat Mozes dat nu toch zou verbieden. Er staat die jonge man voor Mozes en hij vertelt het. En voordat Mozes een antwoord kan geven, begint Jozua al te praten. Jozua is ook nog jong. En in de jongheid is er nog wel eens veel ijver en weinig licht, gemeente. En ziet in het vuur van zijn jongheid, begint Jozua een antwoord te geven voordat Mozes wat zeggen kan. En hij zegt, meneer Mozes, verbied het, houd ze tegen. Dat kan toch niet waar zijn? Ziet gemeente, en zo is het volk het eens. En Jozua, de getrouwe Jozua, die hier in de liefde dwaalt, en die te veel vuur heeft en te weinig licht, is het ook nog eens met het volk. Die twee monden, die moeten gestopt worden, want dat kan niet en dat past niet, dat ze spreken onder het volk. Ze horen bij Mozes, ze horen bij de tent dat samenkomt. En gemeente, wat zegt Mozes dan? Als Mozes nu hoogmoedig geweest was, dan had hij gezegd, pak ze maar gauw bij de kraag en breng ze maar hier, want we zullen ze het zwijgen eens opleggen. Als Mozes nu hoogmoedig geweest was, dan had hij nog heel wat in aanzien kunnen stijgen. Als hij tot hen gezegd had, maar dat zullen we eens even verbieden. Want gemeente, hij had het volk dan achter zich gehad. En Jozua erbij. O, wat was dat nog gewichtig geworden voor Mozes. Als hij gezegd had, weg ermee, want alleen hier, alleen waar ik ben, daar is nu de geest des Heren. Maar dat zegt Mozes niet, gemeente. Mozes geeft een antwoord wat ze niet verwacht hadden. Och, zegt Mozes, of al het volk des Heren profeten waren. Ze kwamen tot Mozes zeggen, Mozes, er zijn er twee te veel die profeteren. En wat geeft Mozes voor een antwoord? Nee, er zijn er niet twee te veel, maar er zijn er veel te weinig. Ik wou niet alleen dat die twee profeteerden,
maar ik zou wel willen dat het ganse volk profeten waren om goed van God te spreken. Het is eigenlijk een ontdekkend woord voor het volk, gemeente, wat Mozes hier geeft. Want och, we kunnen wel veel van een ander zeggen. We kunnen zeggen, ik neem het wel over. We kunnen zeggen, ik neem het niet over. We kunnen een ander in de hel zetten. We kunnen een ander in de hemel zetten. Maar Mozes zegt, ik wou dat al het volk profeten waren. Met andere woorden, strijd gij nu maar om in te gaan. Afgezien er dan nog van, of het in waarheid is bij Eldab en Medab. Strijd gij om in te gaan, want wat heb je te zeggen van een ander, als je ook zelf verloren zult moeten gaan. Och, of al het volk profeten waren, want gemeente, Mozes denkt hier aan de bestemming van Israël, van het volk, van het ganse volk, niemand uitgezonderd, de bestemming. En wat was dat voor een bestemming? Deze, dat ze uit Egypte land waren uitgevoerd in de woestijn, om God erin te loven. Dat ze uit het diensthuis bevrijd waren, het diensthuis der zonde, om de Heere te kunnen dienen in de woestijn. En dat ze nu op weg waren naar het land gaan, aan het land der rust, om in die vrije genade van Gods trekkende liefde de Heere te roemen en te prijzen. Och, of al het volk profeten waren, dat ze eens aan de bestemming waartoe God ze gesteld heeft beantwoorden. Want dat is toch de bedoeling Gods, gemeente. Dat was de bedoeling Gods met het volk van Israël. De Heere heeft ze niet uitgeleid om in de woestijn te doen omkomen. De Heere heeft ze niet uitgeleid om in de woestijn te doen omkomen. En als God zijn woord geeft aan een volk, dan doet hij dat niet om onder dat woord nog meerdere slagen te ontvangen. Maar omdat ze door de liefde Gods getrokken zullen worden. En omdat zijn naam groot gemaakt zal worden. In die wonderen die hij heeft verricht. Kijk, en dat ziet Mozes nu. Want gemeente, hoe was het onder Israël? Nou, onder Israël was het niet al te best. Ze hadden nu wel zo'n drukte over Eldab en Medab. Maar ze riepen zelf om vlees. Vlees, vlees. En waarom zijn we toch uit Egypte gevoerd? Ze wilden terug naar Egypte. Want daar was het goed om te eten. En goed om te genieten. Daar was het goed voor het lichaam. Daar was het goed voor hun vlees. Zo diep vleeselijk was dat volk in de woestijn. En nu begrijpt ge de klacht van Mozes als hij begint met och. Och, dat is de nood die voortkomt uit de ziel van Mozes. Over dat volk dat niet anders kan dan om vlees roepen. En niet om de geest roepen. Wat wilden ze dan nog zeggen van een ander? Wat wilden ze dan nog zeggen van Eldab en Medab? In hun vleeselijk bestaan bleken dat ze de dood inleefden. En met de dood heb je de meeste last, geliefden. Als Gods geest gaat werken, dan komt er leven. Maar dan komt de dood erop af. En de dood verwerpt het. En de dood miskent het. En de dood zegt tot Mozes, verbied het. Verbied het. En ze leefden zelf.
in hun vleeselijk bestaan en ze verlangden terug naar Egypte. Het is een geslacht dat toen leefde en dat vandaag nog niet uitgestorven is. Gemeente, maar Mozes denkt aan de ere Gods. Dat is nog wat anders. En dan zegt hij persoonlijk tegen Jozua: zeg Jozua, hoe heb ik het nu met u? Ijvert ge nu voor mij, Jozua, voor mij? Ja, dan moeten we het verbieden. Want ze zijn niet bij mij gekomen, die Eldad en Medad. Dan moeten we zeggen, stop ermee. Maar ijvert ge nu voor mij, Jozua? Met andere woorden, zou het niet beter zijn om te ijveren voor de zaak des Heeren? En als het nu aankomt op de zaak des Heeren en op de ere God, dan zeg ik, Jozua, of al het volk profeten waren, laat ze dan toch profeteren. Gemeente, vindt u het ook niet eerlijk van Mozes? Ik vind het zo eerlijk als hij dat zegt, dat ik moet zeggen, het is tot onze schaamte. Tot schaamte. Mozes wil ermee zeggen, ja maar kijk eens, ik heb de geest niet in handen. Ik beschik niet over die geest. En hij schakelt zichzelf uit. En hier is Mozes nu zo groot, omdat hij zo klein is. Het is toch eigenlijk tot schaamte, gemeente. Want toch, het wordt nog wel eens gevonden onder de knechten Gods en onder de kinderen Gods. Als de eigen Heer ermee gemoeid is, dan zetten ze al gauw iemand in de hemel. Of als de eigen Heer ermee gemoeid is, dan wordt al gauw iemand verdoemd en vertrapt. Want het staat toch zo gewichtig. Als je het zomaar niet neemt en overneemt, je lijkt er nog wat mee te kunnen zijn. Als je van Eldad en Medad zegt, verbied het, want dat is niet van God. Mozes is groot, omdat hij zo klein is. Want Mozes weet het. De geest blaast waarheen hij wil. En gehoort zijn geluid. En ge weet niet van waar hij komt. En waar hij heen gaat. Dat is nu de vrijmacht Gods. Gemeente. En dat werk Gods. Dat gaat door. Dat gaat door. Er kan gezegd worden, er is geen bediening meer. Er kan gezegd worden, het is niets meer. Het kan zijn dat iemand het prachtig vindt dat er maar zo weinig mogelijk zijn, hoe minder, hoe beter. Een dominee kan een gemeente gelukkig prijzen omdat er maar 2 of 3 aan de tafel komen. Omdat er dan nog zogenaamd zo'n beslag van de waarheid ligt. En dat kun je allemaal nog wat mee worden. Je kunt nog in aanzien stijgen als je het een klap geeft. Wanneer er een goed woord van God gesproken wordt, maar Mozes doet het anders, hij zegt. Och, of al het volk, profeten waren. Want wie er op zijn plaats is, gemeente, die verlangt ernaar. Met een enig verlangen, dat koninkrijk Gods nog eens uitgebreid mag worden. En die vraagt ook niet naar Gods geest dat hij werken moet. Zoals ik het wil. En waar ik het wil. Maar Gods geest is vrij. En dat werk van Gods geest. Dat gaat door. Alleen. Alleen, zegt Mozes. Nu is er één ding. Ik wilde wel dat al het volk profeten waren. Want het ligt aan ons. We zijn zo vleeselijk. Het volk riep om vlees van Egypte.
En daarom was er geen plaats voor Gods geest. Gemeente, is het nu nog niet zo? Och, dat het ook leven mag. In de levende kerk des Heren van vandaag. Die leven aan de ziel gekend hebben. Door genade mogen weten. Dat Gods geest in hun leven is gekomen. O, dat ze toch niet al te druk bezig zijn met de reizen zaligheid. Dat ze er toch niet mee tevreden zijn als ze nu zelf eens een blijk van Gods gunst mogen ontvangen. Want zo kan een schaap al etende van de herder weglopen. Het gaat tenslotte niet om eigen zaligheid, volk van God. Het gaat om de bestemming. Het gaat om de ere God. Het gaat erom wat God toekomt. En zou het dan niet de gunning zijn? Zou het dan niet zo in het hart leven met Mozes? Och. En dat woordje och, zeiden we, dat wijst op de nood. Och, dat het dus nood werd. Want dat is ook van de geest nood onder Gods volk. Dat er nog eens geboren mogen worden tot Sion. Dat het dus een nood mag worden om bezig te zijn met het vleeselijke bestaan. Van zichzelf natuurlijk in de eerste plaats. Maar ook van een ander. En dan waren we gemeente die we zijn moesten. Mag ik het nog een keer zeggen? Mag ik het nog een keer herhalen? Dan waren we die we zijn moesten. Profeten. Om Gods ere te verkondigen. Om God te bedoelen. Om God te kennen. En uit die verborgen omgang te mogen spreken. Om de Heere groot te maken. Och, of al dit volk ook onder ons. Profeten waren. Ten slotte geliefden. Intussen gingen Eldad en Medad maar door. Eldad en Medad. Ze konden niet anders. En doorgaan, want de geest ging door en God gaat door. En wat de mensen dan ook zeggen, God gaat door. En waar de Gods werk is, daar blijft de geest werken, want ze profeteerden, ondanks wat het volk dan ook zei. Gemeente, weet u wat het eigenlijk betekent? De namen Eldad en Medad. Ze doen hun naam ere aan. Want die twee namen, die hebben beide iets te maken met de liefde God. In die twee namen, Eldad en Medad, zit de liefde God eigenlijk verweven. Kijk, en als Gods liefde nu in ons hart wordt geraakt, nee, dan kunnen we niet meer zwijgen. En dan moet er gesproken worden. Want als Gods liefde overkomt, oh, wat worden we dan slecht? Wat loopt het dan min af in ons leven? Dan hebben we het ook niet meer over een ander. Maar dan hebben we genoeg aan onszelf. Maar door diezelfde liefde zullen ze goed van God spreken, al moesten ze verloren gaan. En daar hoor ik Eldad en Medad van God spreken. En daar hoor ik ze van de hemelse dingen spreken. O, wat een wonder. Gods geest is toch diezelfde geest. Ook bij deze twee. En het volk maakte zich druk. En het volk keurde het af. En het volk zei de gewogen en te licht gevonden. Maar Eldad en Medad hadden de bui van Gods lieve geest. En zij waren er even goed mee. Ik kan het beter zo zeggen. Ze gingen God bedoelen.
Want waar we Eldad of Medad geheten worden in de geestelijke zin, dat is waar die liefde Gods neerdaalt, gemeente. Daar gaan we God bedoelen. En als het nu wel eens Pinkster in ons leven geworden is, dan is dat in ieder geval zeker. In welke stand of mate, dat doet er niet toe. Maar dan gaan we God bedoelen. Dat is profeteren. Om de Heere te bedoelen. En dan was het toch diezelfde geest van Mozes en van die anderen die bij de tent profeteren. Diezelfde geest. Want gemeente, Gods geest gaat door. Gods geest werkt door. Gods geest werkt soms daar waar we het niet verwachten. Waar we het voorbij zouden gaan. Waar we het af zouden keuren. Er zullen er ook komen van wie we het niet verwacht hadden. Maar het wonder zal zijn dat we leren verstaan, strijd gij om in te gaan. Och, of al het volk des Heren profeten waren, ook dit ons volk van onze gemeente, want dan waren we die we zijn moesten. Amen. Heere, wij willen van u vragen dat gij dat woord wilt zegenen. En dat gij dat ontdekkende wat we erin vernomen hebben, mocht zegenen. Om de wapens neer te leggen. Om het eens van u te verliezen, Heer. En om nu eens niet te vragen hoe het staat met een ander, maar hoe het met ons staat. Om van onszelf verlost te worden, o God. Om voor u den Heere eenvoudig te worden. Om te worden wat we zijn moeten. Lieve Geest, we zijn toch nog dezelfde. Wil dan uw hof nog eens doorwaaien, ook in deze gemeente. Opdat dit woord nog gezegend mag worden, ook onder onze jonge mensen. Want u hebt ook gesproken onder jonge mensen in deze week. Dat een jonge dochter van de familie van Harten plotseling naar het ziekenhuis moest gebracht worden. Het was ook niet bekend wat het was en hoe het af zou lopen. En nu, Heren, u hebt het nog zo wel gemaakt. Hebt u dat jonge leven willen sparen? Och! Dat ook in dat leven maar mag worden. Of al het volk, ook het jonge volk, profeten waren. Om goed van u te spreken. Om u te bedoelen. En geef het ons allen met elkander uit genade. Amen. Laten we nu zingen, gemeente, op Psalm 21, vers 13. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Zo wordt uw heerschappij en macht door ons nog eeuwenlang geloofd met psalmgezang. 13e vers op Psalm 21. Thank you.
water tot God en ontvangt de zegen der zielen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Gemeente, ik vergeet u nog mede te delen dat vanavond voor u hoop voor te gaan in de bediening des woords dominee Baan.